Zoals jullie weten, ben ik dus helemaal gek van posters. En ik mag jullie een super hoge kortingscode geven. Field Experience. Wat hoor dat dan? Dit ging helemaal niet goed. Ik kan wel janken. En dat is wel echt next level. Ja. Be smart, be fast. Hey, ik heb een vier! Hey Jessie, waarom krijg jij een cadeautje? Zo, kijk. De auto's kunnen op de oprit hoor. De maquillage. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik val gelijk met de deur in huis, want ik heb zo'n leuke actie. Zoals jullie weten ben ik dus helemaal gek van posters. En die wil ik eigenlijk vooral, ja, wil ik eigenlijk overal in het huis gaan ophangen. En overal een beetje een andere sfeer. Nu ben ik natuurlijk al in de hal begonnen. En dan wil ik er eigenlijk nog meer. En ik wil er ook nog een paar in de woonkamer, in de slaapkamer, etc. En nu heb ik een super toffe samenwerking met Decennio. En daar mag ik dus een paar posters gaan uitzoeken. En ik mag jullie een super hoge kortingscode geven. Want met kortingscode Sergio René, René met dubbel E, hè, krijgen jullie 40% korting op posters en 5% korting op lijsten. En deze kortingscode is geldig van 24 oktober tot en met 3 november. Dus een beperkte tijd. Dus wees er snel bij, zou ik zeggen. En hij is alleen niet geldig op gepersonaliseerde posters. Maar goed, als je die tof vindt, zou ik dat ook vooral doen. Maar voor de rest, dus 40% korting op de posters en 5% op de lijsten. Ja, ik kan gewoon al bijna niet kiezen. Ik heb er gewoon een paar apart gezet. Dus ik wil jullie eigenlijk eventjes gaan meenemen op de site en welke ik ga kiezen. Nou, wat we als eerste gaan doen is natuurlijk even naar Decennio. Dan komt u vanzelf tevoorschijn, decennio.nl. En dan kom je op de site. Wat je kan doen is naar zoekproducten, maar je kan ook gelijk naar posters. En dan komen er allemaal posters tevoorschijn. En je kan ook kiezen. Ze hebben daar heel veel, zoals je kan zien. Ze hebben ook heel veel kinderposters. En ze hebben ook eigen mensen in dienst die fotograferen of in-house design doen. Ik kies even voor botanisch, want ik wil in de hal botanische sfeer creëren. Kijk, deze vind ik bijvoorbeeld heel erg leuk. Leuke kleurtjes. Zo kan ik hem wat beter zien. Even kijken hoe die aan de muur eruit ziet. En als ik denk, nou, die vind ik wel leuk, dan druk ik even op favorieten, zodat die bewaard blijft. Nu heb ik al het een en ander opgezocht en ik vind die bubblegum posters altijd zo schattig. En ik hou een beetje van moderne kunst en vintage, dus ook deze ga ik even opslaan. En ook deze vond ik zo ontzettend gaaf. De kleuren passen perfect in de hal. Daarvan weet ik bijna zeker dat ik die wil hebben. Kijk even wat voor maten ze hebben. Nou, bij deze hebben ze alleen 50 bij 70. Je kan dus ook kiezen of je er een lijst bij wil of niet. Ik ga voor wit om een beetje de lichte kleuren terug te krijgen. Voeg lijst toe. Klaar. En ik wil ook graag wat voor in de keuken straks. En ik hou van die vintage posters. En ik had deze gevonden en ik vind hem zo schattig, zo hilarisch. Dus die wil ik ook zeker weten. Huppakee, in het winkelmandje. Met weer een witte lijst. Hatsaflatsi. Kijk, zoals je kan zien, ik had er al een paar wat opgeslagen. En dit is voor nu eventjes waar ik voor ga. Maar zoals ik al zei, jullie kunnen een kortingscode gebruiken tussen 24 oktober en 3 november. En dan krijg je 40% korting op posters en 5% op lijsten.
Alleen niet geldig voor gepersonaliseerde posters, maar ze hebben nog genoeg andere keuze. Ik moet echt moeite doen om een keuze te maken, maar ik ben hier al ontzettend blij mee. Ik kan niet wachten het jullie te laten zien. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier met de kortingscode en tot snel als ze binnen zijn. De posters zijn binnen. Ze zijn goed gepakt. Blij als een kind. Bam. Nou, ik zei dus, er was er eentje ietsje groter dan ik in eerste instantie in gedachten had. O jee. Zo dan. Dus ik denk dat we die gewoon gaan hangen in de... overloop. Ja. Nee, niet in de overloop, in de trapgat. Ja, dat is overloop. Ja, wel bij de hal. Want ik weet toevallig al welke poster daarbij hoort. Dus die is wel super mooi. Maar het toffe is dus dat je ook gelijk lijsten kan bestellen. Ik heb voor ons nu wel telkens witte lijsten gekozen. Wat is er? Witte lijst. Jezus. Met de lijst pijn. Leuk dat je met lijst kan bestellen. Zo slecht. Maar deze is 50 bij 70. Die is wel echt heel groot. Deze 30 bij 40. Dat is al wat subtieler. Wat zei je? Dat is al wat subtieler. Dat is al wat subtieler. Ik heb er geloof ik 3 van 30 bij 40. En dan nog 21 bij 30. Ja, dus nice. We moeten ze zelf... misschien valt hij er ineens uit. There is art inside. Ja, ik heb al een paar gesneakpeekt. Die waren wel echt heel leuk. Die grootste staat gelijk bovenop. Kijk. Mooi dik papier. Wauw. Die is gaaf, hè? Die komt in de overloop. En ik vond gewoon de kleuren zo vet... Bij onze hal. Ja. En omdat we natuurlijk met dieren wilden, vond ik deze echt prachtig. Dus ja, die gaat hierin. Hij heeft een beetje iets Japans. Ja, het is een kraanvogel. Ja, los daarvan. Maar ook een beetje de stijl van het tekenen en zo. Gaaf, hè? Ja, ik vind hem heel tof. Dus die gaat in een hele grote komen. Ja, deze vond ik gewoon zo schattig. Oké. Modern art. Is dat nog een oud plaatje in een modern jasje? Of, nou, ik weet niet of het een beroemd oud plaatje is, eerlijk gezegd. En ook weer een beetje die roze achtergrond met dat blauw, wat natuurlijk ook de hele tijd bij ons in ons huis voorkomt. Alleen ik denk dat ik deze bij ons in de slaapkamer wil hangen. Zo, aan mijn kant. De slaapkamer, daar had ik hem nog niet bedacht, maar... Maar over deze ben ik sowieso... niet helemaal uit. Nee. Sowieso leuk dat ze verspreid zijn door het huis. Ja, nou ja, sowieso wil ik inderdaad alles gaan volhangen. Deze is wat kleiner. Ook al zo gaaf. Ook voor in de hal. Ja. Deze komt ook in de hal. Ja. Dit is een artiest, Frida, die heel veel zelfportretten maakte.
Ik vond ook de kleur gewoon weer heel gaaf. En dit zijn ook weer een beetje bloemachtige dingen. En dan uitgeveegd. Dus die wil ik ook in de hal erbij. Het lijkt wel een beetje die bolletjes, zeg maar. Een beetje dat bokeh effect. Bokeh? Ja. Je kan met Photoshop en vaak met filters en in Lightroom. Als je dan een filter pakt bokeh, dan krijg je van die lichtbolle effecten. Ja. En deze vond ik heel grappig. Ja. En nou hebben we dus al een kleine hangen. Maar ik denk dat ik die eruit ga halen en hem ga vervangen voor deze. Oké. Okay. Oh, die zijn die ik gezien heb. Ja. Kijk dan. Echt van die vintage posters. Ik vind ze zo ontzettend leuk. En er gaat eentje gaat hier komen. Ja. En deze. Ja, fucking vet. Superleuk, hè? En deze, ja, we hebben natuurlijk de ombouw nog niet klaar. Maar dit is de koffiecorner. Hop. En deze wordt dan juist weer waarschijnlijk een beetje richting de roze tint. Mm-hmm. Ja. Dan kunnen we hier dat blauwe weer in terug laten komen. Ja, het contrasterende is echt superdope. Superleuk, toch? Ja. En zo echt bij de koffiecorner. Ja, ik vind het gewoon zo'n grappig plaatje. En heb je heel goed geselecteerd. Dankjewel. Ja, dus ik kunnen ze in de lijsten gaan doen. Lijkt me een goed plan. Maar wat dus superleuk is. Ja, ik weet niet of ik jou dat al verteld, schat. Maar we mogen gewoon 45% korting geven. Serieus? Aan posters. Aan onze lieve volgers. Kijk eens aan. 45% op de posters. Ja. Niet op gepersonaliseerde posters, maar de rest wel. 45% met de kortingscode Sergio René. En op de lijsten 5%. Fixen wij voor jullie, jongens. Ja, dat is super chill. Gaaf, hè? Ja. Nou. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit komt te zien als hangen. Ja, ik ook. Maar in de lijst, als ze in de lijst zitten, is het ook al gewoon heel anders. Nou, ze zitten in de lijst. Sergio gaat ze in de volgende video ophangen. Kijk, er zit dus ook een remove protection film. Die zat aan de voor- en de achterkant. Want dit is dus niet echt glas. Het is, wat denk jij, plexiglas of zo? Ja. Dus dat scheelt ook weer met bang zijn om het te breken. Kijk nou, hoe schattig. Oh, ik kan niet wachten om op ze opgehangen te zien. Deze zal nog even moeten wachten totdat de muur natuurlijk gestuurd en geschilderd is. Maar deze zou wel al kunnen. Of sorry, deze. Die komt dan daar. En deze ga ik nog even over nadenken waar ik deze wil gaan hangen. Ik wist alleen maar dat ik hem gewoon heel leuk vond. Kijk. En deze. Oh. Die gaat daar komen. Misschien kun jij dat nog even laten zien, schat. En deze gaan hierbij komen. En kijk. Deze hangt al vast. Cool. En ik doe ze expres niet al te dicht bij elkaar. Want mocht je nou een keer eventjes willen wisselen van grootte qua vorm, dan heb je iets meer spelingsruimte daartussen. En deze is ook al van Decennio. Die vond ik zo gaaf. Dus dat was de eerste uit mijn collectie. Goedemorgen, lieve mensen. Het is lekker vroeg. Jessie die heeft verpakkingsmateriaal. Gaat die lekker, Jessie? Nou, ik heb straks een late dienst. Dus ik heb nog wat dingen om te klussen. Ik ga schilderijtjes ophangen.
En ik ga de wanden verder afvlakken. En hopelijk al voor boven. Goedemorgen, ik ben lekker met Jessie. Ze hebben even lekker gedoucht. Hey Jess? Ja. Ja. En vandaag gaat Jessie bij oma slapen, want René en ik gaan lekker naar een privé sauna. En daar mogen we floten en een paar uur in de sauna en bubbelen en dat soort heerlijke ontspannen momenten. Daar hebben we echt super veel zin in. En ik ga nog heel eventjes naar de kapper, want ik heb zondag een fotoshoot. Voor een kalender om geld op te halen voor een dierenambulance. En dan moeten we natuurlijk wel een beetje smooth uitzien. Dus ik ga naar Sultan, dat is een nieuwe barbier, heb ik gehoord, in Loosduinen. Dit is een onwijs leuke, drukke, volle dag vandaag. En we hebben er heel veel zin in. Dus we gaan snel naar oma. Gaan we naar oma? Ja! Ja, naar oma! Zo, fris en fruitig. Helemaal onthaard. Hoor. Ja, ik ben wel tevreden. Ik vind het... mijn haar zit wat platter dan ik het normaal gesproken zou doen. Dus dat, maar dat is natuurlijk persoonlijk. En mijn haar en mijn oren, mijn neus zijn gedaan. Ik heb het gefilmd. René gaat het proberen om het erin te doen. En anders doen we, maken we er gewoon een short van. Misschien is dat leuk. Oh ja. Nu moeten we een beetje haast maken, denk ik. Want we moeten er om 2 uur zijn, hè? Ja. Dus, heb je al gezegd waar we naartoe gaan? Ja, heb ik gezegd. Lekker. Ik heb lekker. Ja, dat is lekker. Nou, ik heb er dus echt heel erg behoefte aan. Want mijn fiets, die heeft een storing. Mijn elektrische fiets, die is niet meer elektrisch. Nee. Die blijft alleen maar rondjes gaan. En ik had nu de hoop dat als ik hem aan de oplader zou doen... Ik eigenlijk dat ook. Weer, maar nee, hij blijft gewoon doorgaan. Dus, en ik kan mijn accu... maar wacht even, je hebt hem nu aangesloten. Ja. Dan zou ik hem even niet aansluiten en wachten tot hij helemaal leeg is. Oh ja, oké. Okay. Ja, want die accu, die kan ik er niet zomaar uithalen. Moet ik met allemaal schroefjes aan, denk ik dan. Want zit die fietsvoertje in de weg? Nee, maar volgens mij zit hij gewoon met schroeven en alles. Mm. Maar ja, dus het was echt 3 keer zo zwaar, mijn fiets. Dus je hebt een training gehad vandaag? Dat wel. Nou, dat is maar mooi dat we vandaag gaan floten en... naar de sauna gaan en zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Zwemmen. Echt zin in. Lekker ontspannen, pardon. En nou, ik zet Jessie af. Ja. Een bakje gedaan natuurlijk. Dus op een gegeven moment, ik zeg nou Jessie, tot morgen en veel plezier bij oma. Ja, tot morgen. Kijk, zo willen we het. Ja. Geen gehuil, maar het was ook zo van ja, ja. Later. Dit is dan wel weer helemaal de andere kant. Dat jij denkt, maar... Mis mij? Nee, ja, hartstikke leuk. Had er zin in. Maar hij zei... Maar oma, wist je nog wat ik gisteren bij Jenny had gezegd? Nee, wat je... Wist je nog wat ik gisteren bij tante Jenny had gezegd? Dat ik niet wil slapen. Oké. Okay. Nou ja, maar dat gaan we toch echt wel doen. Veel te wijs, hoor. Maar gewoon echt goed dingen onthouden, wat hij dan van gisteren... Nou, dat is dus voorheen... Weet je nog wat ik van gisteren? Gisteren, dingen die hij voorheen zei, een dag van tevoren. Zo dacht van, nou, morgen dan... Binnenkort. Een nieuwe dag of zo, ja. Lekker het raam open, dan komt een lekker windje naar binnen. Nou, we gaan tas pakken en floten. Floten! Let's go! Het ruikt al meteen lekker. Ik ruik echt helemaal gelijk... Met een gelijk zen, als sta je er alleen maar voor. Ik voel mijn hartslag omlaag gaan. Mijn bloeddruk gaat omlaag. Nu al. Ja. Nou jongens, daar staan we dan. Dit is mijn ruimte, mijn floatruimte. Een paar handdoeken, even een glaasje water gekregen. Een douche. We gaan eerst eventjes een douche nemen. En daarna gaan we in de floatruimte. Float experience. Oh, hoor dat dan. Dan ga je in. Oh, het voelt helemaal warm. Mijn beeld beslaat gelijk. Doe hem even dicht.
Ja, en het is dus zo dat het ja, waarschijnlijk de eerste 20 minuten dat je alleen maar aan het malen bent, aan het denken aan thuis en hoe lang moet ik hier echt een uur gaan liggen. Maar het schijnt dat je het daarna echt loslaat, heb je een beetje je draai gevonden. En het schijnt echt voor alles goed te zijn. Je spieren, ontspanning, er zit magnesium in. Goed voor je hart. Dus ik ga het proberen los te laten en echt ontspannen. En daarna gaan we lekker naar onze wellnessruimte. Met een soort van jacuzzi. Een stoombad geloof ik. Sauna, vind stoombad. Sauna. Nou, ik ga jullie zo meenemen. Ik ga even uittunen. Zo, ook ik ben inmiddels in de vlootruimte. René is in een andere ruimte. We hebben allemaal onze aparte vlootruimte. Even douchen. Dan ga ik in de vloot. En dat is met zout en magnesium. En weer een lekker dingetje voor mijn hoofd, zodat ik niet onderdompel. Goed voor gewrichten, bloeddruk, stress, hoofd, geest, mentaal, alles. Reset. Nee, niet meer niks reset, spaar. Ik ga er maar gelijk in. Ik heb heel veel zin in. Ik ben echt heel benieuwd. Ze zei net, de eerste 20 minuten ben je een beetje aan het lummelen, zeg maar, echt liggen en thuis loslaten, dat soort dingen. Na 20 minuten ga je echt helemaal uit. Ben je zo benieuwd? Nou, ik blijf in ieder geval drijven. Oeh, het prikt. En een mooi geschreven lampje en muziekje. Maar ja, als ik mijn telefoon in mijn hand blijf filmen, dan wordt het weinig ontspannen. Dus ik ga hem niet wegleggen. Tot straks. Dit ging helemaal niet goed. Ik ging erin liggen en ik denk, ik kan me wel ontspannen. Dus ik lag daar heel lekker. Ik heb er nu denk ik 10 minuten in gezeten maar. Af een uur. Ik lig daar. En ineens begint het echt zo erg te fikken tussen mijn benen, maar echt niet normaal. En dat zal zeker aan mij liggen. ik denk ook, daar heb ik het al vaker over gehad, door de hormoontherapie is alles een stuk droger en misschien een stuk dunner. Ja, en als je in zo'n ding gaat liggen als een of andere ster, armen wijd, benen wijd, dat er ook het een en ander water een beetje naar binnen gaat. Maar het begon zo erg te fikken. Ik kan wel janken. En ik heb het toch nog geprobeerd vol te houden. Ik dacht, misschien is het gewoon even een eerste zo'n bijt, weet je wel. Want eigenlijk is dat hele bad zitten vol met zout natuurlijk. Ik dacht, misschien is het zo'n eerste bijt en dan gaat het daarna weg. Dus hou vol. Maar op een gegeven moment, ja. Dan verander je even van positie en dan, ik denk, dit gaat niet. Ik moet eruit. Ik heb onder de douche geprobeerd het een beetje zo weg te doen. Maar, nu gaat het redelijk, maar ik vind het wel echt super jammer. Maar dit is echt, dit is helaas voor mijn lichaam niet geschikt, ben ik bang. Dan maar gaan. Lekker naar de wellness. Hi. Hi. Hoe vond je het? Jij vond dit waarschijnlijk helemaal fantastisch. Jij hebt zitten snurken, denk ik. Ja. Ja, dat had ik wel verwacht. Jij niet? Ik ben er na 10 minuten uitgegaan. Heel mijn muts stond in de fik. Ja, nee, maar echt. Ik kon wel janken. Oh. Maar jij vond het heerlijk. Ja, ik heb wel een paar keer dat ik dacht van, ik ben aan het snurken, wacht even. Ja, dat is goed. Dus op, als je gaat liggen, dan ben je nog heel bewust van, ik ga liggen. Ik heb alleen wel mijn oor zitten dicht of zo. Ja, ze hadden wel oordopjes. Ja, maar ik dacht dat het tegen het geluid was. En toen ik erin ging, dacht ik, dat is goed. Te voorkomen dat er water in komt.
inderdaad, Urg is echt zo. Wel veel prikken inderdaad, maar ook omdat ik natuurlijk net naar de kapper ben geweest. Ja, dat was misschien niet zo slim. Maar ja, ik ben heel raar, maar ik vond dat heel lekker. Ja. Ja, maar je hebt ook een beetje fijne pijn. Ja. Dat, en waarschijnlijk trok het bij jou ook op een gegeven moment weg. Het wordt heel warm. Het wordt heel... Ja, maar daarnaast de pijn weg, denk ik. Ja. Ja. En als je dan gaat liggen en op een gegeven moment dan ontspan je, dan heb je nog een diepere laag van ontspanning. Dat je echt heel, ja, eigenlijk bewust, onbewust je lichaam loslaat. En dan krijg je wel echt het gevoel van het float, van het zweven. Echt het, ja. Dat je denkt, ik zweef in de ruimte. En dat is wel echt next level. Ja. Als je dat weet te bereiken in zo'n bad, dan is dit wel echt, echt ontspannen. Ja. Het is wel echt heel lekker. Nou, fijn. Ja, wel jammer dat jij niet... Nee, dat was inderdaad... Maar denk je dat je het... Want het is ook wel een stukje wat je... kunnen leren eventueel. Nee. Denk je dat je het zou kunnen, dat ontspannen? Nee. Ja, het ontspannen wel. Het lag niet aan het ontspannen. Nee, dat snap ik. Maar los daarvan, als je dus zou gaan liggen... Ja, want ik had wel echt zoiets van... oh, dit is wel... Ik had echt zoiets van, ja, ik ga hier liggen. Oh, ik lig wel ontspannen. En ja, op een gegeven moment voel je dan ook een beetje alsof je helemaal aan het ronddraaien bent. Terwijl dat misschien maar een klein beetje is. Maar op een gegeven moment kreeg ik dus die prikkel... En toen dacht ik, what the fuck, ik heb niet geschoren of zo. Maar ik denk, oké, hou vol, misschien trekt het dadelijk weg, weet je wel, een beetje wat je met dat hebt. Maar het trok niet weg, weer alleen maar erger. En op een gegeven moment dacht ik, nee, ik moet eruit. Het was echt heel pijnlijk. Ik heb echt onder de douche gestaan en echt... geprobeerd het eruit te krijgen, zeg maar. En, het was een beetje inwendig. Het was inwendig. Ja, dus ik zei het tegen haar. Maar het komt door die antihormoontherapie. Waarschijnlijk is mijn pH-waarde helemaal anders van binnen nu. Ja, ja. En daar zitten 6 zakken van die magnesiumdingen in. Dus super geconcentreerd dat bad. Ja, dat voel ik ook. Ja, ik ook wel. Maar ik bedoel, we hebben natuurlijk zo'n zak ook zelf bij ons in bad gedaan. Toen heb ik het ook heel even gevoeld, maar daarna was het hele... Heb je een trekje mee gedaan met zo'n zak? Ja, eigenlijk had je daar gelijk een halve zak in moeten doen. Maar dat hebben we daarna wel gedaan, toen ik dat las. Ja. Maar ja, dus voor mij was het niet geschikt. Ik wil niet zeggen dat ik het niet, dat ik de potentie er niet van voelde, zeg maar. Maar mijn lichaam is hier gewoon niet geschikt voor. Ja. Dus helaas. Ja. Maar ik heb dus alvast even in de jetset gezeten. De jetset. In het bubbelbad. Jetstream. Wat was dit ook alweer? Dit is infrarood. Daar moesten we op zijn minst een kwartier in zitten. Tegenaan gaan zitten, inderdaad. Goed voor je rug en nek. En hier had je het Turk stoombad of zoiets? Nee, wat was het nou? Ja, niet precies. Volgens mij, maar gewoon het stroom. Als we die open doen, dan zien we niks meer met de camera. Ja. Lekker. Dan hebben we hier het bubbelbad met de jets. Daar heb ik al even ingezeten. Ja. En met mijn voeten tegen dat ding. Dus ik krijg ook een beetje een voetmassage. De douche. Scrubzout. En dan hier het Finse. Zei ze nou? Dat is een gewone sauna. Ja, maar ze zei toch Fins? Ja. Nou ja, in ieder geval. En die is 70 graden. Maar kan hoger als je wil. Ja. Hier kan je lekker ontspannen. En ze heeft al een heerlijk borrelplankje voor ons gemaakt, van allemaal gezonde dingen. Heerlijk. En je kan ook gewoon nog wat dingen bestellen, volgens mij. Ja. Nou. Laat het ontspannen beginnen voor mij. Jij zit er al helemaal in. Ja. Lekker. Ja. Nou, laten we eventjes wat lekkers nemen. Ja, ik heb super honger. Ik ook.
Hey, you. Lekker chappen, baby. Lekker. Ziet er goed uit? Ja, dit gaat er wel in. Daar krijg je honger van de ontspannen. Nee, maar dat hadden we niet afgesproken. Ik hoor nog steeds heel weinig. Mijn oren zitten een beetje dicht. Ik sta helemaal na te zweten. Ja, we hebben even een lekker scrubje gekocht. Die hebben we meegenomen inderdaad. Die is echt heel lekker. Die is echt heel goed. We zijn echt een babyhuisjes gewoon nu. Dus heb je gevoeld? Baby. 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 En nu gaan we het relaxen even voortzetten. Ja. Tot de volgende keer. Spa. We gaan nu naar huis. Eventjes bijkomen en we krijgen vanavond gezellig oma Carlos op visite en tante Marcella. Dat klinkt helemaal zo raar, hè? Olaf en Marcella. En we weten nog niet wat we gaan doen. Nee. Want we weten nog niet wat we gaan doen. Nee. Oké. Dag quizmaster. Van de Butlerbel popmuziek. Be smart, be fast. Welk nummer zong Lady Gaga met Bradley Cooper in de film A Star is Born? Shallow. Yes. Shallow. Met wie trouwde Beyoncé Knowles in 2008? Jay-Z. Jay-Z. Nee. Lewis Hamilton, nee. Nee, ik wil Lewis Hamilton. Ja. Timberlake. Nee. Hey, maar Jay-Z toch? Jay-Z. Pak toch gelijk. Dat heb ik voor mij, hè. Hoeveel is Curtis James Jackson number 3 waard? Met niks. Nee. Hè? Die weet ik niet. Hoeveel is Curtis James Jackson 3 waard? Dat weet ik niet wie dit is. Curtis Jackson. Ik weet niet wie dit is. 50 cent! Oh. Ja. Oh. Ja. Ik ga door, hè. Uit welk land komt Kylie Minogue? Australië. Ja. Moet sneller zijn, jongens. Kom op. Wie zingt het nummer 9 to 5? Dolly Parton. Ja. Oké, wanneer de quizmaster de antwoorden zelf gaat geven nadat de vraag is opgelezen, is misschien de tijd om... Ik heb er nog één. Dat is de laatste. Welke hoe heet de zanger van de Golden Earring? Oh, nee. Ja, zeg maar. Ik weet het niet meer. Nee, dat kan niet. Barry. Ja, kom maar. Ja, je moet eerst rollen. Barry Hayes. Barry Hayes. Ja, ik vind dat... Nee, ik heb... Nee. Jij nee. Ja, drukte, maar jij zei niet. Ja. Nee. Maar hij praat voor zijn beurt. Ja, ik heb een vier. Oh, het is de volgende ochtend alweer. Het was gisteren super gezellig. Laat geworden ook. Jessie hebben we toch maar opgehaald. Want die was aan de Auree. Dat betekent dunne race. En hij was niet zo lekker. En wilde je nog niet bij ons slapen, hè, Jessie? Ja. De volgende keer wel, hè? Ja. Ja. Maar Jessie is ook de hele dag droog geweest. Ja, we hadden de laatste tijd nogal weer probleempjes om zijn plas op tijd in de wc te dumpen. Ja. Dus we dachten, we moeten hem
stimuleren. Dat hij daar zijn best voor gaat doen. Hé hey Jesse, waarom krijg jij een cadeautje? Omdat ik elke dag knap ben. Ja. Heel goed. Elke dag, elke dag. Kusje, trots op jou. Wat zit erin dan, Jesse? Wat zit erin? Kijk dit. Wat zit erin dan? De auto. Alleen de auto? Ja. Denk ik niet hoor. Kijk niet eens. Alleen de auto. Ja. Gaan we echt wel rijden? Echt wel rijden, ja. Draai me eens om de doos. Ja. Draai eens om. Nee? Kijk, 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 kijk. Dat zit erin. Een racebaan. Racebaan. Vind je dat leuk? Ja, mag ik hem openmaken? Tuurlijk. Dan ga ik hem met veel op. Hey Jessie. Zeker. Super, super trots op jou. Super trots dan op jou. Dan ga ik hem spelen met de tafel. Jessie? Ja? Als je nou vandaag weer droog bent... Dan hebben we nog een cadeautje. En dan... Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar... Ja? Dan... Ja? Dan gaan we er wel vanuit dat je weer droge onderbroekjes kunt hebben de hele dag. Hè? Ja! Ja, hè, want je bent een hele grote jongen. Nou, ik zou zeggen veel plezier met je racebaan. Ik ga een soepje opzetten. Pompoensoepje. Ik heb vanavond nachtdienst, dus ik zet eerst soep op. En dan ga ik buiten verder aan de oprit. Wow! 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 En ik ben nog steeds stokdoof, dus we gaan straks ook eventjes langs beter horen. Zodat René in mijn oren kan kijken. Want ik geloof dat er iets van een propje in zit, links en rechts. Nou jongens, het begin van de oprit is af. Dat betekent de auto kan er in ieder geval op. Wie zit daar nou achter het stuur? Wie zit daar nou achter het stuur? Zo, een beetje die kant op, anders graai je de stenen eraf. Oeh, ja, rechtdoor. Zo, kijk. De auto's kunnen op de oprit hoor. Zet maar achter de auto. Goed zo. Stop, stop. Goed zo. Nou, er kunnen nog wel een paar auto's bij zo. Kijk, de randjes zijn gedaan en deze gaan dadelijk allemaal weg en dat wordt mooi steen. En nu kunnen dus nu de zijkanten nog gedaan worden en van de buurman ook, maar die van ons liggen er nu in ieder geval in. Good morning everyone, we zijn lekker vroeg op, tenminste René en Jessie zijn naar de rugby geweest, ik had nachtdienst, dus ik heb lekker... uitgesnurkt. En nu zijn we klaar om naar een fotoshoot te gaan voor een kalender. Om geld op te halen voor een nieuwe dierenambulance. Daar ben ik voor gevraagd. En daar doe ik graag aan mee. En voordat we daar naartoe gaan, proberen we eigenlijk al anderhalve week of zo... Slaat het neer dan? Een matje buiten te leggen. Zo simpel is het. Alleen maar een matje. Maar we hebben een hele leuke nieuwe mat gekocht. Die overigens nu wel een halve rugbyveld... op zich heeft liggen. Maar we gaan hem naar buiten tillen. Til jij de andere kant maar op, Jessie. We gaan hem samen buiten leggen. Ja, goed zo. Goed vasthouden. Goed vasthouden. Oh ja, even je tuut weg, inderdaad. Goed zo, want dat moet met twee handen. Zo. Het is een hele, hele grote mat. Gaan we naar buiten leggen.
samen buiten leggen, want wat staat hier op, Jessie? Dat weet ik niet. Daar staat Mikasa Tsukasa. En dat betekent... Ja? Mijn huis ja? is jouw huis. Ja. Dus als er iemand op visite komt, opa's en oma's ja? en tantes, dan zeggen wij, mijn huis is jouw huis. Voel je thuis. Het. Kijk, die ligt mooi, hè? Ja, kom dan. Kom we zo goed, goed de hand en de voeten op afvegen. Ja, zo. Dat heb jij al goed gedaan, hè? Zo. Of kan de vaas dan ook? Of zie je heel ja. graag heel veel, dat hij dan in zijn voet gaat vegen. Ja. Maar vaas heeft die uitspraak al heel goed begrepen. Ja. Want die komt gezellig te pas en te onpas spelen met jou. En andersom. En andersom. Nou, we gaan de spulletjes pakken. Zakjes. We gaan de spulletjes pakken. Af en toe dan denk ik, trek zo mijn oorbellen eruit. Ik ga je in de auto zetten en een spulletje pakken. Let's go. Oh, kom jij dan ook? Kom jij ook? Hallo, knapperd. Hallo. Kom maar dan. Kom. Jessie dan. Ja, ze zit ook ineens een grote hond. Ja. Mojo. De maquillage. Het was nog steeds dat plekje, hè? Ja. Daar kan geen bergman tegenop. Ik heb hem laten laseren. Oh. Want het was een plekje met een bobbeltje. Nu is het alleen nog maar een plekje, gelukkig. Ja. Nou, het is, maar hij blijft, het is nee, maar hij blijft heel zichtbaar. Opvallend hoor. Dus dat is het... Ja. Oh, sorry, ik zit mijn benen. Nee hoor, dat geeft niet. Zo, dat is pas een mooie band, man. Ja, we hebben nu Jesper daar gedaan, bij de muur. Maar ja. Joyce zag ook al daar met die pluimen voor volgende week. Even oh, buiten ja. of daar in de tuin. Of, ja. Ja, ik vind dat we dan even... een foto kunnen maken van jouw foto, voor de fotograaf. Wat stond hier achter me? Ja, mooi. Mojo. Ik weet niet of hij nog kan luisteren. Een beetje doof. Mojo. Net de baas. Ik zei net zijn baas ook, hè? Zo, we zijn weer thuis. En Jesse Silver die is... Pannenkoeken bakken! Samen met papa. Lekker! Goed hoor. Die worden vast heel lekker. Denk het ook. Het is echt... Dat kan ja. steeds erger. Dat is wel heel vervelend. Ja. Morgen maar naar de huisarts. Ja. Jesse Silver is heel erg blij met zijn racebaan. Ja, dat is wel echt een te voltreffen, hè? Ja. Ik ben kapot. Ja, ja. Want ik heb heel slecht geslapen. Echt zweet me kapot. Nou ja, ik heb echt heel veel wakker geweest. Jesse Silver die s'nachts ineens eruit kwam. Of een drinken voor hem had. En toen ga ik drinken. En toen zeg ik, oh ja. Ga weer naar bed, ja? Doei. Ja? Weer terug naar bed. Okay. En het was een beetje chaos bij de rugby. Want er was geen training. En uiteindelijk heeft dus wel iemand open kunnen doen en een van de moeders kunnen trainen. En toen hebben ik en Marieke meegedaan met helpen training te geven. Dat was ook even een unexpected wending van mijn dag. En daarna lekker naar de shoot geweest, was superleuk. Ik ben heel benieuwd, want ze hebben even een leuke foto gemaakt. Hallo! Want ze hebben even een leuke foto gemaakt van Jesse Silver en de motor ook nog. En van ons als gezin. Dus dat is wel leuk. Want ja, Jesse, hou eens op. Nee. Ja, oh, superleuk. Zijn ze lekker? Ja, heel goed. Klaar. Pannenkoek is ook klaar. Goed zo. Want Mojo is natuurlijk oud. En we weten niet hoe lang hij nog omheen gaat. Dus zo'n foto is wel waardevol voor ons. Ja. Hè, schat? Ja. Nou.
Ga jij lekker koken. Ik ga lekker pannenkoekje bakken. En dan ga ik zo de vlog voor jullie maken, jongen. Ja, dat lijkt me. Ik heb vandaag nog één nachtdienst, helaas. Ja. Dus, zullen we toch nog eventjes slapen moeten doen vannacht. En dan, ik heb vanmorgen al een beetje gerepeteerd. En misschien vanavond nog. Voor onze optreden. Dus we moeten ook nog eventjes de nummertjes verder gaan uitzoeken. Ja. Ik heb er wel heel veel zin in, moet ik zeggen. Ja, zeker. Ik heb cola gedronken. Oh, heb jij stiekem cola van mij gedronken? Maar jullie dat niet. Wil je stiekem aan het doen? Maar wel extra stimulatie om te repeteren. Ik kan hem weer terugzetten. Ja, dat is altijd, hè. Het is wel goed als je iets hebt om naartoe te werken. Ja. Kijk uit met je handjes, Jessie, want het is heet. Nou, ik ga lekker bakken. Ja, ik ga nog even op de bank hangen. Gaan we afsluiten? Ik zou het doen nadat we de pannenkoek hebben. Zo, dit waren wel hele lekkere pannenkoeken. Lekker. Wij hebben er al van genoten. Jesse Silver is ondertussen alweer naar zijn vriendje. Die heeft ook heerlijk genoten. En wij hopen dat jullie ook weer hebben genoten van deze vlog. Zeker weten. Dus doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende video. Ciao.